ben Sebastiaan Duong en ik ben t-shirtontwerper. Ik heb sinds 2 jaar mijn eigen label, Ming Face. Met mezelf als lachend kindje afgebeeld, ben ik. Iets ouder nu. En ja, dat is gewoon mijn ding. Ik was op de academie al bezig met zelfportretten en op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil de mensen ook iets leuks geven. En ja, toen zag ik mezelf als lachend kindje op een oude schoolfoto. En toen dacht ik, hé, ik ga dat gewoon op t-shirt printen en ja, verkopen, de wereld inbrengen, zeg maar. Met het idee van als, nou, dat mensen iets leuks krijgen, maar ook dat ik dan met hun mee op reis ga. Mensen sturen dan hun reisfoto met de Ming Face naar mijn website. En ja, dat is gewoon leuk om als verzameling te zien naast elkaar. Stop. Nou, het staat eigenlijk voor mij voor een open, vriendelijke kijk op de wereld, letterlijk of zo. Het is gewoon een lachend hoofdje wat. Ja, wat gewoon heel open in de wereld staat en vol verwondering en blijheid. Gewoon naar de dingen kijkt en zich door de dingen heen beweegt. Ik werk dus voornamelijk met afbeeldingen van gezichten, dus, of portretten. Dus mensenhoofden of dierenhoofden. Omdat ik dat gewoon heel directe vorm vind om mensen ook aan te spreken. Het communiceert lekker en... Het is gewoon, ja, weet je, gewoon frontaal, direct, gewoon eye to eye eigenlijk. Dit zijn tweedehands kleding. En dat vind ik leuk om te hergebruiken en iets mee te doen om dingen op te naaien. Of... Dus dan graai ik af en toe gewoon even gewoon naar wat leuks. Dit is ook leuk, zo'n jasje. Er bestaat al zoveel, dus om alles weer opnieuw te produceren, dat is ook een beetje onnodig. En daarom door hergebruik kan je dat gewoon, gewoon een product helemaal opgebruiken. Dat vind ik gewoon goed. En ik vind het ook leuk omdat bestaan of nieuwe kleding vind ik vaak ook een beetje saai. En dus het is leuk om vanuit een ander tijdsbeeld, hè, dus mode van een andere tijd, om dat gewoon weer opnieuw te gebruiken en daar iets mee te doen, zodat je hele een nieuwe mix krijgt van stijl. Hey, bedankt. Zie je. En daarnaast gebruik ik natuurlijk ook nieuwe t-shirts. Ook handig voor winkels als ze bestellen en dan willen ze gewoon maten orderen. En ja, dat is bijvoorbeeld zo'n shirtje, gewoon een goede basic. En wat ik belangrijk vind is dat het zeg maar sweatshop free is. Sweatshop free betekent dat het onder goede arbeidsomstandigheden gemaakt wordt. Dus ja, de arbeiders die krijgen gewoon, hebben gewoon goede arbeidsvoorwaarden, krijgen goed loon en ook mogelijkheden daarnaast van studie en scholing om verder te komen in een bedrijf. Waardoor de prijs natuurlijk ook iets duurder wordt. Maar goed, dat vind ik ook gewoon logisch als je gewoon... Kijk, je laat gewoon iedereen in de wereld meedelen met je welvaart. Dat vind ik gewoon logisch. Zeker als je een leuk product hebt. Ik vind dat ik toch funky kleding maak voor de straat. Ik vind het ook, de straat is ook mijn inspiratie. Daar kom ik ook gezichten tegen. Daar zie ik ook gewoon gekke honden. Dus
Ik zie het daar wel thuis horen. En ja, ik zoek dat ook wel. Dus die inspiratie ligt gewoon op straat. We'll be right back.